Straks op Kermis FM, de muziekcarousel. Maar nu eerst Tea Time met Astrid de Jong en Martijn Nijhuis. Astrid de Jong? Nee, zeg maar iets. Ik heb echt geen idee, sorry. 10 dagen in Tilburg. Kermis FM. Het is 27 graden op de Tilburgse kermis en zo'n 47 in de studio. Dus we hebben het warm. En het gaat alleen nog maar warmer worden, want we draaien de heetste hits voor je. En daarnaast hoor je in Tea Time al het nieuws en de informatie over de kermis dat we maar kunnen vinden. En nog even voor de duidelijkheid. Zijn naam is Martijn Nijhuis. En zij is Astrid de Jong. En in de komende 2 uur hoor je dus hete primeurs rondom zangerines. En kermiswethouder Muller komt weer even langs om zich door Martijn te laten uitschelden voor Emiel Roemer. Ja, waarschijnlijk wel. En er is natuurlijk ruimte voor een stukje educatie naar de mensen toe in de vorm van de cursus Tilburgs voor op de kermis. Verzoekjes kun je ook doorgeven via de sms. Nummer 3010 of 3010. Via Twitter kan ook. Hashtag KermisFM. Of je kunt je hier aan de deur even melden om touwtje te trekken. Maar eerst muziek. Martin Solveig met Hallo of Hallé. Hallo. 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 Hallé. Hey Astrid, ik zag net een man in een rolstoel voorbij komen. Die deed ook mee met de rave machine. Of hij was spastisch. Hij was nog de rave machine. Ja, precies. Nakatomi met Children of the Night. Touwtje trekken. Kermis FM. Trek een trek. Touwtje trekken bij Kermis FM. Ga ik naar dame 3. Jij een beetje goed in trekken. Nou, mijn vriend die klaagt er niet over. Je vriend klaagt er niet over. Nou. En zo stond eerder vandaag ook Mario de Groot hier op het podium. En Mario is nu aangeschoven hier in de studio. Hoe gaat het nu? Goedemiddag. Leuk dat je mij een leuke artiest vindt. Nou ja, ik vind iedereen leuk als die naast me zit hoor. Want dat durf ik niet te zeggen. Dat ik je... Nee, precies. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb er best een beetje verstand van. Dat durf ik best te zeggen hier. En ook wel van echt heel erg cultureel verantwoorde, zwaar gesubsidieerde muziek. Ook daar heb ik verstand van. Maar in dit geval, ik vond het echt leuk. Nou, dankjewel. Ja, dat zei ik sterker nog, dat zei ik ook waar je niet bij was. Elke seconde hebben we hier ook laten horen op Kermis FM. Dat is je single, hè? Klopt, inderdaad. Oh. Vind ik een topper en dat vindt Astrid ook. Oh, dan komt hij weer met de wc-experience. Helemaal niet. Nou, wat is dit dan? Dit vind jij een goede plaat, denk ik. Ja, nou, ik hoor het. Ja, ik ook. Welk plaatje is het nou, Astrid? Dat is die hele goeie. Je hebt net gezegd dat het een goede plaat vond. Ik heb geen idee. Dit is Mario de Groot, Astrid. Oh, natuurlijk. Ja. Zullen we die wijn even wegzetten? Hij herkende hem. Mario de Groot elke seconde. Oh, leuk. Ik ben van slag. En wil je weten hoe het afloopt met Harry van der Zaande? Blijf dan vooral luisteren naar Kermis FM. Je hoorde in deze aflevering van Tea Time al talloze primeurs. Zo hoorde je alles over de rel rond zanger Rinus en een van zijn vele liefjes, waarvan wij de naam inmiddels alweer vergeten zijn. Deborah. En je hoorde ook wat nu precies de inspiratie was rondom het nummer Marloes van Rinus, namelijk het rijmwoordenboek. Maar onze Rinus-redactie is door blijven graven en wroeten in het verleden en de toekomst van Rinus. En dat resulteerde in alweer een nieuwe editie van het Zanger Rinus Nieuws. Zanger Rinus werkt inmiddels aan nieuwe nummers, ja ja. Hij zelf lijkt niet echt verbaasd over zijn plotselinge succes. Over zijn nieuwe hitnummers hangt nog een waas van geheimzinnigheid. Ja, we hebben al verschillende dingen in gedachten, maar we zeggen nog niks. Dat hier nog anders met eruit naait. Hè? Ja, precies. En tot zover deze laatste Rinus-update voor vandaag. Ik zou zeggen, ga maar los met deze vraag. Ja, oké. Okay. Sjaveel, hoe ben je zo in het slamdichten terechtgekomen? En dan ga je zeggen, ik was eerst rapper. Ja, ik was... ik ben nog steeds een rapper, daar niet van. Oh, ik word gek van al dat kermisgeluid. En als het komt, trok ik snel alle stekkers eruit. Ik kan niet eens meer naar de stad zonder door de massa heen te moeten. De groeten komt deze week de deur niet meer uit. Er hangt een oliebolle geur en ponies poepen voor mijn deur. En de suikerspinresten kleven vast aan mijn ruit. Mensen springen in mijn struik met een vieze vatse gebruik. En daarna gaan ze door de plassen en lachen ze me nog uit. En dan heb ik niks gezegd over het drank of het drugsgebruik.